Goedemorgen. Volgens mij zit er nog make-up onder mijn ogen. Exciting day. We hebben vandaag namelijk een nieuwe wasmachine. Er is iets bij ons een keer misgegaan. Heel gedoe. Way back zou er een campagne zijn waarbij wij een nieuwe wasmachine zouden krijgen. Het hebben onze oude ingeleverd. Onze oude was echt oude. Was helemaal niet zo oud. Die was 1,5 jaar oud of zo. Die zou omgewisseld worden voor een super luxe nieuwe. Op het moment dat die oude is meegenomen, kwam de nieuwe en die was echt veel ouder dan wat we hadden. Het was een heel gedoe, deed een soort fout, maar die campagne is ook nooit doorgegaan. Maar wij zitten nu al, denk ik, 2,5 jaar zoiets met een wasmachine die heel, zeg maar, een hele kleine wasje maar kan doen. En echt elk wasje zit eruit. We denken, waar onze oude wasmachine? Maar vandaag is de dag dat er een nieuwe wasmachine komt. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En ja, dat is een beetje de situatie van vandaag. Finally, the day has come. Een grotere. Want je moet weten, ja, we zijn met z'n drieën, maar ja, weet je, ongeluk is gebeurd, dat soort dingen. We wassen echt elke dag wel iets van een megawas. Van beddengoed of van dingetjes, van knuffels, van kleding, van nou, sportkleding, alles. Kinderkleertjes gaan gewoon heel hard vies. Dus ja, vroeger snapte ik dat nooit. Dan zeiden ze, ja, als je kind hebt, dan heb je al die wasjes. Dacht ik, hoezo, dat is toch maar een klein mensje erbij. Nou, nee. Het is niet enkel het kleine mensje erbij. Het is ook gewoon het hele huishouden erbij, wat erbij komt qua wasjes. Extra handdoeken, weet je wel. Alles. Dus ja, dat is echt iets waar we al heel lang naar uitkijken. Dus een nieuwe wasmachine. Basic lookje. Vandaag ook verder een barbecueboek. Ik had echt mega veel bericht gehad. Omdat dat die bars had gedeeld. Ik naar haar had gebracht. Die havermoutbars had dan. Ja, dat stimuleert borstvoeding, zeg maar. Dus ik kreeg allemaal DM's. Oh my god. Maar dat is dus gewoon het havermoutbar recept uit ons kookboek. Dat is gewoon havermoutbar, zeg maar. Havermout schijnt heel erg te helpen. Ik heb ook echt kommen vol zitten eten. Ik heb overnight oats voor mezelf heel veel geprept ook. En gemaakt en gegeten toen destijds. En ik had wel het idee dat wat deed. Vooral als ik een dikke grote kom met havermout altijd had ik het idee dat het wel iets deed voor mijn melk. Dus ja, weet je, dus dat is een tip. Mocht je borstvoeding geven of aanmaak willen stimuleren. Of van die bars maken inderdaad. Dat je gewoon toch even zo'n bonk havermout binnenkrijgt. Dus ja. We hebben koekjes voor de mannen. Ik ga even koffie maken, die ze weer mee kunnen nemen in hun verzorgauto. En dan hebben we die wasmachine. Hoi, hij staat. Oh my god, dat is de droger. Dit is de wasmachine nu. Ach, serie. Hell yeah. Oh yeah. 2 8-series. Helemaal blij. Echt. Ja toch, dat is toch awesome. Dit is wel echt awesome. Met die iDOS. Poefski is de master of the laundry hier. Zie. En er zit gewoon een bakje in. Ja. Dat je was weer, vertel even. Dus hij heeft idols. Maar hij heeft idols voor de... Wat is idols? Voor wie het niet weet. Dan... Dat ik het 10 minuten geleden wist, maar... Nou, dan weet hij dus zelf hoeveel wasmiddel hij moet gebruiken. Ja. Yeah. Dat is toch geweldig? Ja, en dan gooi je er wasmiddel in. Ja, en hij heeft 2 bakjes. Ja. Eentje voor wasverzachter en eentje voor wasmiddel, maar wij gebruiken geen wasverzachter. Nee. Dus in de eentje kunnen we dan wasmiddel doen en dan of voor kleur. Kleur. We doen eigenlijk alleen kleur en wit. Dat zijn de enige 2 dingen. Heel soms zwart, maar... En dan moet je alleen even zeggen van, oké, ik gebruik nu nummertje 2. En dan zit je 1 uit. Ja, oh, en hij is zo groot. Hoeveel kilo had deze nou? Precies, hè? Want die is 9, volgens mij was... Die 10. Ja, die is ietsje groter, maar die vorige was echt 6 of zo. Die was echt tiny, dus... Met een dekbed en... Ja, dan moest je zeg maar, als je beddengoed moest wassen, moest je eerst 1 deel doen, daarna de volgende. Dat was echt niet te doen. Nee. Oké, we hebben lekker gewerkt. Ik ga Mila halen. Ik weet nog, ik ga de avondeten maken. En dan is het alweer tijd. Yay. Voor avondroutine en zo. En zo gaat gaan onze dagen, hè? Ja. Niet voorhouden. Ja. En ga uw gang.
Loop hem maar. Veel te zwaar. Echt waar, joh? Ja. Oké. En we zitten dus. Papi staat lekker te koken. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Mm-mm. Yum. Oh, yeah. Tip Kids Bob op YouTube. Kijk hoor, is Mila op bed aan het leggen. Lekker. Lekker. De vaat moet lekker. Welke avond weer. Ik moet heel vaak denken aan iemand tegen me zei die ik ken. Die zei ja, op een gegeven moment zijn ze worden kinderen ouder. Nou, dan gaan ze op een gegeven moment naar bed. Bij die hele avondroutine. Ben je rond 8, zoiets. 8, 8:30 klaar. Kom je boven. Beneden. Ga je de vaat doen. Ga je de keuken schoonmaken. Ga je opruimen. Van, nou, voor je tweede is 10:00. Heb je nog misschien een half uur tot uur voor jezelf. En dan is je avond weer voorbij. And that's your parent life. En dat is echt zo waar. Ik heb daar sindsdien altijd aan gedacht. En dat is echt zo. Ik merk het nu ook. Zeg maar, nou, dit en dan. Ja. Ik kruip heel vaak nog achter de laptop. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar ja, ik vind het ook wel lekker om even in rust te werken. Ja. En parent life. Nou, wij wel denk ik één keer in de week dat we wel iets leuks gaan doen. Niet elke week, maar weet je wel, op als we nu op donderdag gaat staan. En dan trekken we een avondje uit, maar dan volgende dag, it hits you. Want dan ben je niet op tijd naar bed gegaan. Dus dan ben je helemaal gaar. Want die kleine is ook gewoon goed wakker, weet je wel. Dus ja, this is the season. Iemand komt te laatst. Jullie dagen zien er altijd hetzelfde uit. It's getting boring. Dan dacht ik, ja, it's mom life now, guys. Het is gewoon niet nou al bijna 4 jaar. Waarom is dit zo vettig? Het is wat het is, weet je. Ieder levensdeel ziet er anders uit, maar dit, maar het gaat ook heel hard. Dat hoor ik dan ook weer van iedereen zeggen. Want het gaat heel hard voor je tweede sinds tieners. En dan slapen ze lekker uit. Dan komen ze laat thuis. Dat soort dingen. En dan voor je het weet is het ook weer, nou ja, niet voorbij. Maar dat ze uit huis gaan en zo. Oh, ik moet er niet over nadenken. Dus ik koester alle momenten. We gaan weer eens oogappels kijken. Na een pauze van 3 maanden ongeveer. Zitten we nog in seizoen 1. Maar zo gaat dat. Here we go. Aflevering 6 van seizoen 1. Jongens. Het is tijd. Het is 11:15. We hebben nog 1 aflevering gekeken. Ik weet niet hoe ik in deze tijden zou moeten binge-watchen, zeg maar. En dan, ik heb de energie er niet voor of zo. Ik weet niet hoe altijd dat doen. Ja, of het laat waken, zeg maar. En dan gewoon kort slapen. Ja. Oké, ja. Goed. Als jullie nog serie aanraders hebben, very welcome. Netflix en zo. Ik vind het wel leuk, maar ik heb het idee dat een beetje zoekende zijn er iets nieuws te volgen. Dus series zijn very welcome. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer.